Hoi, ik ben Marcel Klaassen en ik doe met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op 21 maart. En ik ga me voor een aantal zaken sterk maken. Een van de zaken waar ik u sterk voor ga maken is de controle op het onderhoud van de openbare ruimte. We staan hier nu op de Drees in Houtem en het ligt er prachtig bij, maar het koos veel beter. Het onderhoud, de controle met name op het onderhoud, dat moet beter. En daar ga ik me sterk voor maken. Op het gebied van de vrije tijdseconomie biedt Sittard Gelen volop mogelijkheden. We staan hier bij het Grensmaasproject. De Maas wordt hier verbreed. En in de toekomst zijn hier volop mogelijkheden om te recreëren. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om te fietsen en te wandelen. Dat zijn kansen die we in de toekomst moeten gaan benutten.